afdeling dossiervorming van het ministerie van Binnenlandse Zaken is belast met de opslag van stukken met betrekking tot beschikkingen van alle ministeries en bedrijven in Suriname. Voor het opvragen van dossiers, statuten, wetten en gegevens kan men terecht op deze afdeling. Volgens waarnemend chef Sandeep Kalka is dossiervorming een semi-statisch archief. Er komen niet alleen stukken naar binnen, maar er gaan ook stukken naar buiten. Er komen stukken naar hier en stukken gaan ook eruit. Dus we zijn dagelijks daarmee bezig. Stukken inkomen, stukken uitlenen, stukken corrigeren als het en inkijken als het ware, laten we zeggen. Inkijken als de stukken niet in orde zijn, worden ze weer teruggestuurd naar de bestemde afdeling. En de bestemde afdeling is typkamer. En wanneer ze klaar zijn, worden ze weer naar hier gestuurd. Deze afdeling heeft alle stukken wat betreft beschikkingen van ministeries, dus van ambtenaren die op verschillende ministeries werken, zelfs ook van Binnenlandse Zaken. En er komen ook stukken, dus algemene stukken, die zijn bijvoorbeeld bedrijven, die bedrijven zijn opgericht. Een paar wetten, niet een paar aantal wetten zijn hier. En ook een paar andere stukken, als het ware, noem maar op, Surinaamse nationaliteit. Je hebt ook statuten van verenigingen. En deze worden dan opgelegd, bewaard. Wanneer het nodig is, worden er gevraagd. En dan, als het een particulier ding is, dan wordt het uitgeleend. Er moet de persoon die naar hier komt, moet een legitimatiebewijs hebben, dus een ID-kaart of rijbewijs. Zodat wij ook kunnen noteren wie de persoon is bij wie dat stuk gaat. Dagelijks worden er stukken afgehandeld, geordend en ingekeken. Het plaatsen van beschikkingen in filekasten of archiefdozen hoort er ook bij, evenals het samenvatten en opzoeken van opgevraagde stukken. Dossiervorming vormt niet alleen met de afdelingen Centraal Personele Administratie, Pensioenfonds en Secretarisdirectie Binnenlandse Zaken een hecht samenwerkingsverband, maar ook de afdeling Typkamer speelt een belangrijke rol als er fouten in de stukken worden aangetroffen. Stukken worden daar ingevoerd, weer getypeerd en dan wordt het naar hier gestuurd voor opslag. Als een naam verkeerd is geschreven, mag ik geen correctie eraan brengen. Het moet terug naar de typkamer waar het getypt wordt. Zij moeten het corrigeren. Het is de bedoeling om ook de afdeling dossiervorming te digitaliseren. Daarmee kunnen CPA, hoofdkantoor en pensioenfonds vanuit hun locaties gemakkelijk voor nodige stukken inloggen bij dossiervorming. Digitaliseren vermindert loperij en de behoefte aan materiaal op de afdeling. De voorbereidingen voor de digitalisering zijn reeds in volle gang. De afdeling heeft hiertoe ongeveer 26.000 stukken opgezocht. De afdeling Vuilophaal en Verwerkingsdienst van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie hield in de vergaderzaal van het departement een inlichtingendag. Dit werd georganiseerd voor aannemers die vuilophaalwerk doen. Volgens het hoofd van de afdeling Claudia Maatsen was de kern van deze meeting een openbare aanbesteding die zal plaatsvinden. Het doel vandaag met de aannemers met betrekking tot de presentatie heeft te maken met het nieuwe bestek dat we gepresenteerd hebben. We hebben binnenkort een nieuwe aanbesteding en we hebben dat bestek besproken en als er vragen waren en onduidelijkheden dat we het dan graag meenamen. Bij de nieuwe aanbesteding zijn er in vergelijking met de eerder gehouden aanbestedingen enkele wijzigingen. U hoort het hoofd van de afdeling vuilophaal hierover. Het bestek is niet veel veranderd inhoudelijk. Waar we veranderingen hebben gepleegd, zijn eigenlijk
dat er vroeger één wijk binnen een rajon, binnen alle rajons, dezelfde prijs had. Er was een ongelijkheid. Soms had je een korte afstand, soms heb je een langere afstand, maar iedereen had toen dezelfde prijs. Nu heeft elke wijk binnen een rajon een eigen eenheidsprijs. En dat hebben we kunnen doen door binnen elke wijk de aantal kilometers op te meten. En we hebben ook binnen elke rajon in een wijk een aantal huishoudens meegenomen. Er was daar ook een ongelijkheid. Bepaalde wijken hadden minder huishoudens en andere hadden meer. Dus dat alles hebben we meegenomen binnen dit bestek. De aanbesteding vindt plaats op vrijdag 20 juli aan de Jagannath Lakshmanstraat in de aanbestedingsruimte. Bij de meeting van de aanbesteding hebben de aannemers ook enkele andere zaken aangekaart. Een van de belangrijke punten is de situatie waarmee de vuilophalers vaak genoeg mee geconfronteerd raken. Grof vuil. Binnen de presentatie hebben we ook meegenomen dat de aannemer binnen zijn wijk een hoop grof vuil tegenkomt. Dat zou hij ook mee moeten nemen binnen zijn ophaaldag. Als het niet als het op een andere dag is, dat zorgt de afdeling wel voor. Maar als hij bijvoorbeeld dinsdag langs gaat en het veel lichter op een hoek, zou hij het moeten meenemen en netjes moeten harken. Mevrouw Claudia Maatsen geeft als slot aan wanneer de aannemers zullen vernemen als ze wel of niet aan bod zijn gekomen. Er is een procedure. Na de aanbesteding, na twee werkdagen, worden de voertuigen die meedoen aan de aanbesteding aangeboden voor een inspectie. Dat verslag wordt meegestuurd naar de gunningscommissie. En het kan binnen een week zo zijn na de aanbesteding of na een week na de aanbesteding dat de aannemers wel horen of ze in aanmerking zijn gekomen. Kleuterschool en kinderdagverblijf De Papegaaitjes heeft een WK-dag georganiseerd voor hun pupillen. Deze sportdag werd gehouden op het plein van 12 mei. Minister Lalini Gopal van Sport en Jeugdzaken kreeg de eer om door middel van de eerste aftrap het startsein voor deze activiteit te geven. Dat ik was uitgenodigd door de Papegaaitjes omdat zij een mini-WK wilden organiseren voor onze kleintjes. En u weet, dat past helemaal binnen het beleid van het ministerie van Sport en Jeugdzaken. Dat je op hele jonge wijze, op creatieve manier, wordt aangebracht wat het belang van sporten is. En u weet, sport is heel erg belangrijk voor ons, omdat je daar leert wat verdraagzaamheid is, hoe je met elkaar samen moet spelen. En dat, ik kon eigenlijk geen enkel ander antwoord geven dan ja, ik ben erbij om dit alles te simuleren. Omdat het helemaal past binnen het beleid van het ministerie van Sport en Jeugdzaken. En ik heb het als heel positief ervaren en ik wil bijna een oproep doen aan alle andere peuterschooltjes dat ze deze gebruik maken van dit soort activiteiten om de peuters alleen maar bij elkaar te brengen. Ze vonden het zo geweldig. De kinderen hebben hun favoriete teams. Maar ik dacht vandaag, ik hang maar twee op hoor. Suriname en een van de anderen. En geloof je maar, de kinderen hebben genoten van een sportdag. En vooral het bezoek van de minister heeft ons goed gedaan. En ik heb toen gelijk gebruik gemaakt van de gelegenheid om ze wat sportmateriaal te doneren. Zodat ze dan ook, behalve niet alleen bij speciale evenementen doen aan sporten, maar dat ze ook regulier kunnen sporten en de pleintjes bezighouden. En dat vonden we geweldig. We zullen het heel goed
gebruiken. En van hieruit wil ik de minister nogmaals bedanken. Gelooft u me, want u begrijpt, sportmaterialen zijn echt duur. En de school gaat goed gebruik van maken. Ik dank dat. Ik vond er ook zo sportief vanmorgen. En komen op de kinderen. Ik dacht, ze komen, nou ja, gepast. Maar ik vond het geweldig dat ze ook meedeed met de kinderen.